Dames en heren, welkom bij de jurering van het Reuntje Klot 2016 at the Movies. We gaan eens rustig aan beginnen. Ik zie nog wat rotfruit. Oh nee, Turks fruit zie ik daar staan. Paap, ken de kop. Oei, nou heb ik het al een beetje verspild, hè? Ik zeg niks meer. Ruud. Ja, laten we maar naar boven komen. Jullie zijn er klaar voor, dus ik zou zeggen, kom naar boven. Jullie zijn de eerste. Jullie zitten er een beetje smakeloos uit, Jorren. Een beetje smakeloos. Zullen we eens even kijken of er een beetje smaak zit aan dat fruit? Ja. Wie is jullie een woordvoerder? Jorren, aan jou de microfoon, jongen. Ik wacht even. Jullie hebben nog een act, begrijp ik? Een act. Een soort van act. Dames en heren, Klotland, wij zijn gruts dat wij mogen zeggen en vertegenwoordigen een klassieker in de Nederlandse moviegeschiedenis, Turks fruit. Wij als mannen, hè, Monique van der Ven, vinden we allemaal vrekkers schoon en geil. Maar wij dachten op een ludieke manier een Nederlandse film knijter uit de beelden, Turks fruit. Dankjewel. Dankjewel. Ik kan wel zeggen, dat ziet er ook wel heel smakeloos uit. Turks fruit, ja, daar mocht ik vroeger niet naar kijken toen ik die leeftijd had. Maar dit ben je toch stiekem met rode urkens en deze keer met rode hoeden. Ik vind dat jullie er fantastisch uitziet. Een verrekken is gewoon een twist aan het thema. En wie weet, we hebben jullie prijs vanavond. Zo te wijgen aan de jury. Er wordt hier al flink gesproken met de jury. Turkse appelthee, dames en heren. Die ga ik straks even rustig op mijn gemak opdrinken. Nou, dankjewel, jongens. Dank jullie wel, jongens, voor jullie performance hier. Ja, oh, geweldig. Turks appel. Veel plezier. Yo. Hebben we nog een huishoudelijke mening voor degenen die zijn jas nog niet kwijt kunnen? We kunnen in de Gloria, in het kerkje. Kunnen we uw jas ook kwijt voor een euro? Tot 9 uur 's avonds jas weer ophalen. En anders morgen tussen 10 en 11. Als je vanavond vergeet uw jas op te halen, kunnen we tussen 10 en 11 morgen vroeg uw jas bij de Gloria ophalen. Kost dat dan 2 euro, Ruud, of niet? Nee, die kreeg hem voor niks mee. Ik kreeg hem voor niks mee, kijk. Dat is nog een service. Oh, daar ging de stekker uit. Goed, het ging maar net hier op de trap. De volgende groep. Stay ook klaar. John, ben ik wakker? Volgende clubje, kan naar boven komen. En ze staan al klaar. De klotvader gooit de rode loper uit. De rode loper gaat uit. Volgens mij moet er nog het een en ander voorbereid worden. Koppen in de hand. Komt gerust allemaal naar boven. Plek zat op de wagen. Klein kindjes erbij. Pas op, jongens, tegen niet naar beneden valt, want het is stijl. Kijk, ze hebben er ook weer DH weer over nagedacht. Met deze dag trekt Klot, vader, Bas den Uursten en de touwkes. Dames en heren, allereerst jullie applaus voor CV de Koning. Niet weg te denken op het Reuntje Klot. Al voor de hoeveelste keer, Joost? Volgens mij de 13e keer. De 13e keer. Ja, 13 is meestal een ongeluksgetal, maar dat doen wij niet aan. Veel vaker. Die vrouw betaalt bitter, hè? Goed luisteren, Joost, hè? Ja, geweldig, schoon om te zien. Joost, mag ik jou het woord geven? Ja, dat mag je natuurlijk, Niels. Ik wil graag even uitleggen wat wij hier allemaal zijn. Ik ben hier vanavond de eerste klotvader van de dag. Maar het is een beetje uitgelekt in al die families. Want ik heb meerdere klotvaders gezien hier vandaag in Klotland. Het is natuurlijk een beetje voor de hand liggend, maar wij waren al vrij snel met deze idee. Dus andere klotvaders die hebben het van ons een beetje gestolen. Dus het is een beetje los binnen de Klotland familie. Een beetje Klotland familie en van de ene naar de andere familie wordt een beetje gepraat. Hè? En voordat je weet, 4 en 5 Klotlanders.
Maar goed, jongens, de kladvaarders, wij zijn er klaar voor. We hebben een hele mooie acte voor jullie. Dus ik zou zeggen, DJ, start hem maar in. Als ze het een beetje harder zetten, die muziek. CV de Koning presenteert. Middags dag trekt klotvader Bas de Nuurste aan de touwtjes. Heel Klotland danst als marionetten naar zijn pijpen. CV de Koning! Al heel vroeg begonnen dit jaar met dit schoon thema. De klotvader. Ik heb gehoord dat we er misschien nog meer voorbij zien komen, maar ze eigenen het toe, hè, ze als eerste waren. En weer Eva, ja, ik wil jou toch wel elke keer weer in het zonnetje zetten, want die schoon pakken. Hè. Zelfs als je zwanger bent, en ik, ben jij aan het naaien. Wat zeg ik nou? Goed. Ik kreeg meteen commentaar, maar dat spreken we straks wel af, jongens. Hey, CW de Koning, hartstikke schoon dat jullie er weer bent. En weer zoveel moeite hebt gedaan om hier dit jaar weer zo voor de dag te komen. Ik vind het fantastisch. Dankjewel, Joost en CW de Koning. Nog een fijne dag, maar dat gaat hen niet goed komen. Graag gedaan, die Niels en die grote jury van die Klotland Klotrundje Klotten. Ondertiteling zetten we erbij op Sirius, dus dat komt helemaal goed. Overigens, dames en heren, dit jaar werd de jurering en het hulruntje klot vastgelegd door Sirius TV. En na deze dag en na de carnaval kunt alles te staan op runtjeklottv.nl. Dus alle filmpjes die vandaag worden opgenomen, een verslag achter de schermen. Foto's. Websites. Alles kunt op runtjeklot.nl. TV. Dus als je er geen genoeg van kunt krijgen en na de carnaval in een diep zwart gat zit, kan je altijd nog naar runtjeklottv.nl. NL. Wakker blijven, Ruud, hè? Ruud is wel wakker. Ik kijk eens naar links, naar onze mannen aan de trap. Alweer in de rode loper. Alweer in de rode loper. Of is dat nog steeds dezelfde? Dat ken ook nog, hè? Het is dezelfde rode loper, dames en heren. Je kent ze inhuren. Blijf hier de hele dag staan met de rode loper. En weer een voertuig bij, zien we wel. Een voertuigje. Met een paar gouden kalven erin, heb ik het idee. Het idee weer een film te maken. Gouden kalf, gouden stier, ik weet het allemaal niet. Maar we gaan eens naar deze club. Wie ben jullie? Waar komen jullie vandaan? En wat heb je te vertellen? Wij zijn CV 40.000 Muntenhal. Sorry, nog één keer. CV 40.000 Muntenhal. 40.000 Muntenhal. Hal. Oh, ja. En wij hebben een hoop gouden kalven erbij. Wij zijn boeren. En wij zijn een gouden kalf in de hand. Veroveren wij Klotland. Met een gouden kalf in de hand. Veroveren wij Klotland. En kreeg je ook al die munten op? Ja, ik denk het wel. Moet goed komen. Ik denk dat we te weinig lintjes hebben vandaag. Maar waar komen jullie nou vandaan? Ik kom uit Aalsten. Toch uit Aalsten? Uit Aalsten. Jij alleen? Ik kom uit Eindhoven. Eindhoven, de gekste, ja. Van heden en ver komen ze toch in Aalsten. Doen jullie ook even opgeven? Even opgeven aan de jury uw naam en uw telefoonnummer. En wie weet valt er vanavond wel in de... Volgens mij heeft Joost van Deur zit te hard in mijn microfoon geblazen, Ludo, want hij veilt af en toe een keer uit. Maar ik ken ook hem in
geschreeuw liggen, dat kan ook. Ja. Goed, terwijl jullie mensen hier even nummers uitwisselen, wil ik jullie hartelijk bedanken. Keischoon, dat jullie meedoet met Reuntje. Ja. Ik wens jullie nog een hulle plezierige dag. Bent vanavond om 7 uur weer welkom bij de prijsuitreiking. En worden ze dan komen we hier weer op de wagen. Worden ze nog uitgereikt, die gouden kalven? De jury krijgt sowieso een gouden kalf. De jury krijgt sowieso een gouden kalf. Dat riekt een beetje naar omkoping, maar wij doen het nog niet toe. Zeker met deze dag. Hartstikke bedankt, jongens. De groetjes, nog een fijne dag. En John, laat maar komen. Always look on the bright side of life. Dat is toch wel een uitspraak die past bij het volgende groepje. Volgens mij hebben ze heel wijd gelopen. Ze zien er gruwelijk muur uit in ieder geval. Ja, kijk. De batterijen worden aangezet. César is erbij. Deze mensen hebben we een selfie maken voor wat we doen. Dan wordt het een en ander uitgepakt. Er wordt even een selfie gemaakt met een Nokia 001. Ja, het werkt. Allemaal lachen. Hartstikke goed. Mag ik jou even het woord geven? Het liefst niet, maar je moet toch. Ik ben bang van wel. Wie ben jullie en waar komen jullie uit en waar stelden jullie voor? Wij stellen helemaal niks voor. Wij komen eigenlijk uit Lierp, maar wij wonen in Aalsten. Wij zijn woonachtig in Aalsten. En wij zijn allemaal heel grote fan van, ja, van Monty Python. Je kent de film van Monty Python, het kan niet gekker. Hoe gekker, hoe liever. En wij zijn ook, hoe ouder, hoe gekker, hoe liever. Toch, allemaal, denk ik. En ja, dus wij hebben in dit geval dus met Reuntje Klot gedacht van, we gaan The Life of Brian nog eens opvoeren. Snap je? Hartstikke schoon. Life of Brian, always look on the bright side of life. Ik mis alleen de kokosnoten, maar dat was die andere film, hè? Met die kokosnoten, ja. Dat dacht ik al. Een selfie, nog een keer. Mag ik erbij? Ja. 3, 2, 1. Volgens mij dit hier. Eerste selfie met een Nokia 3310, volgens mij, hè? Primeur, dames en heren. Op het Reuntje. Niks dan primeurs. Hij hangt er wel een beetje blij bij, hè? Hij blijft lachen, hartstikke goed. Hartstikke schoon, jongens. Oh, hebben jullie muziek? Oh, de muziek. Ludo, zet hem maar in. Er is muziek. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing off live gristle, don't grovel, give a whistle. And this is how things turn out for the best. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a love and that's a joke, it's true. You can see it all a show. See them laughing as you go. A dumper than us, tougher than you. And all the while, come on. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. En iedereen kan meedoen. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. First things out in the sea, you know. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Nothing we've got, but nothing in our eyes. Always look on the bright side of life.
Always look on the light side of life. En toen moest de microfoon terug. Komt u maar. Dank jullie wel. Wij waren ze blij dat ze weer naar beneden komen. The life of Brian. Life of Brian. Hartstikke goed. Monty Python. Hartstikke schoon. Dank je wel voor jullie komst. Nog heel veel plezier vanmiddag. Goed, en als de nummers zijn uitgewisseld, staan de volgende onder aan de trap weer te trippelen om naar boven te komen. Trippelen, zie ik. Trippelen. Kom maar naar boven. Ja. Komt u maar, komt u maar. Muziek aan. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Live, live, live. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love all the girls. I love to move their body. Heb je die film ooit gezien, Ruud? Madagaskar, denk ik. Right. Ja. 10 punten. Kunnen we iemand van die duskjes een microfoon geven? Hartstikke goed. Mag ik jou wat vragen? Wie ben jullie en waar komen jullie vandaan? Wij zijn van Madagaskar. En we hebben 3 uit Ommel hier. 1 uit Asten en 1 uit Summeren. En ik wou even Alex. We hebben hier Alex. En die brul die moeten horen. Rar! Nou, eerst toch om bang van te worden. Volgens mij is Alex gisteren een beetje te laat naar huis gegaan. Maar ik, in een normale toestand zal dat helemaal goed komen. Hartstikke schoon dat jullie er bent. Madagaskar, een paar uit Ommel en uit Aassen en Zimmeren. Dat is allemaal niet zo ver van elkaar, toch? En dan hebben wij dus ook nog iemand uit Lierop bij. Maar die zit nu in Suriname. En daar wil ik je nog even speciale aandacht aan besteden. En hoe heet die? Die heet Gerlinde. Gerlinde, en die zit in... Moord. Maar het karakter heet Moord. Oké, en die zit in Suriname. Dat is in ieder geval iets bitter weer dan hier, denk ik. Dat denk ik ook. Maar mag je niet klagen? Goed zo, jullie nummers worden uitgewisseld. Hartstikke bedankt dat jullie hier even bij ons op de jurywagen wilden komen. Nog een hele fijne dag. En misschien tot straks. Ludo, ze willen aftreden met het muziekje. Ken jij dat regelen? Ja, zit hij. Dus als jullie naar de trap gaat, dan komt het muziekje van eigens. Ja. Dankjewel, dames. Heel veel plezier. Fantastic, big ship on the ocean at the big titan, eh? I like to move it, move it. I like to move it, move it. De Hollywoodsterren zijn in Klot geland. Hans Klokje. Ik heb mijn klokken zat. Wilde ik een Hans Klok kopen? Ik denk dat ik vanavond bij Brad Pitt. Oh, ik had je schuur, maar ja, ik zie... Bij jou. Oh, je hebt een heel speech voorbereid. Oké. Ruud, waar ken ik een Gloria Estefan van? Waar kan ik? Waar ken ik een Gloria Estefan van? Hij snapt hem niet, het is ook vroeg, hè? Oké, ik denk dat er het een en ander ging komen. In ieder geval, of ze hebben niet in de gaten dat ze naar de verkeerde kant staan. Dat ken ook. Maar ga uit van de eerste. Deze beste meneer die heeft het woord, dus die geef ik even een microfoon. Dankjewel. Oh, ik sta een beetje in de weg. ik begin vandaag mijn spreekbeurt over Hollywoodsterren. Er waren eens 12 Hollywoodsterren die zich kapot verveelden van alle premières en champagne. Ze hadden verschillende verhalen gehoord over Klotland. Ze waren erg benieuwd geworden, dus besloten ze op avontuur te gaan richting het mooie Klotland. Zo gezegd, zo gedaan. De vlucht geboekt en alle koffers gepakt. Op de dag van vertrek, iedereen aanwezig,
Meestal is Bram te laat, maar gelukkig had hij bij Brett gepit. Waardoor hij op tijd was. Bij de vluchthaven aangekomen had iedereen wel een beetje honger en besloten ze naar de supermarkt te gaan om enige versnaperingen te kopen. Nadat alle aankopen waren gedaan, bleek dat de Hollywoodsterren nog maar met 11 waren. Iemand kwijtgeraakt. Dus naar de servicebalie, waar een erg drukke medewerker omriep: Will Smith naar de kassa's komen. Na een minuut of 5 was de groep weer compleet en werd de reis op de luchthaven voortgezet. Bruce had alleen nog steeds honger met zijn dikke pens. Wilde per se eten en iedereen weet, Bruce Will is wet. Dus iedereen het eerste beste restaurant in. Alle buikjes rond. Nu kan dan echt ingecheckt worden. Eenmaal in het vliegtuig kreeg Bruce met zijn speknek natuurlijk weer honger. Gelukkig kwamen ze langs met lekkere hapjes. Maar huh? Ik zie een kok met een dikke pens. Kan het zijn dat ik Gordon Ramsay? Gordon diezelfde hapjes komt rondbrengen. De 12 Hollywoodsterren vertelden hun avontuur en Gordon vond het wel goed klinken. Dus hup, Gordon ook mee naar Klotland. Om de tijd wat te doden kwam een gekke zwarte Fransman op het idee om te gaan schaken. Maar Jean-Claude hield van dammen, dus werd het dammen. Na een lange vlucht, waar Ben stiller was en helemaal wit wegtrok, omdat hij flink had doorgehaald die nacht, werden ze persoonlijk onthaald door de prins van Klotland. De prins had die nacht toevallig ook flink doorgehaald, waardoor hij aan de late kant was. Hij wist daarom niet meer precies hoe laat ze aankwamen. Dus de prins, met zijn half zwarte bakjes, de vluchthaven opgebeld en vroeg hij: weet je hoe laat het vliegtuig van die Hollywoodsterren en Bridget Maasland? Bleek dat ze om 1 uur zouden landen. De prins keek op zijn tweedehandsklok en zag dat het al 12:30 was. De prins snel in zijn bus gestapt en vertrokken naar de luchthaven. Zijn tank was alleen bijna leeg, dus hij tankte, kwam er een schriele pompbediende naar buiten en vroeg wat er getankt moest worden. Waarop de prins aangaf: benzine, want ik vind diesel maar stinken. Eenmaal aangekomen op de luchthaven werden de Hollywoodsterren feestelijk onthaald. Iedereen in de bus van de prins en onderweg naar Klotland kwamen ze erachter dat ze Tom vergeten waren. Bleek dat Tom op de luchthaven tegen een of andere Katja stond te schuren. Man, wat een geluk. Gelukkig had Tom Hanks fiets gestolen, waardoor hij op de fiets naar Klotland kon. Hij was liever met Tom's cruise gegaan, maar goed, het was niet anders. Eenmaal in Klotland aangekomen barst het feest los. Gelukkig kon iedereen drinken, want iedereen was morgen free, man. Dit was mijn spreekbeurt. Geweldig. Wat een verhaal, wat een verhaal. Hartstikke schoon. Ik kom gewoon naar de wc en ik kwam terug en het was dan niet klaar. Het was precies klaar. Hartstikke goed. Goed over nagedacht. Helemaal in het thema. Helemaal in het thema. Schoon zichtje erbij. En wie weet, hebben jullie wel prijs vanavond, jongens. Dames en heren, vanavond om 7:11 prijsuitreiking hier op de wagen. Spectaculair. Met rook en vuur. En houd ik het niet meer vol, dan kan ik het na de carnaval terugkijken op www.reuntjeklottv.nl. DR in samenwerking met Sirius werd alles vastgelegd. Je kreeg zelfs een kijkje achter de schermen. Hoe dat wij 's morgens om 9:30 en al fris en fruitig hier de trailer op staan te bouwen. Goed, orde van de dag. Volgende groep kan naar boven komen. Komt u maar. Iets met wintersport. Wintersport. Ja, dames, kom maar een beetje meer naar voren. Oh. De skiboksen aan. Wordt mee een foto gemaakt door de jury. Een start en een finish. Marielle komt er eens even bij. Leg het eens even uit, want de mensen hebben geen idee. Marielle, vertel eens. Wacht, sissen. Het is tot in de puntjes uitgedacht. Nou, voor ons is dit jaar geen film op onze kont. Maar wij rennen als een rooie in het rond. 3, 2, 1, start! Stop, stop, was een start! Opnieuw, opnieuw. Drie.
2, 1, start! Dat was het. Oké. Hartstikke schoon. Dames en heren, applaus voor deze dames. Zeker verdiend. Zeker. Rode loper. Op wintersport. Jij ging toch verhuizen of niet? Heb je nog vloerbedekking nodig? Nee, geen rode vloerbedekking. Tegels, zeg jij. Tegels. Tegels. Ja. Goed, hartstikke, hey. Hartstikke bedankt Marielle en Frans. Voor jullie optreden hier bij ons op de wagen. Zwaar geschud, zit er aan de trap. Geen goaltjes met lichten vandaag. Had ik er zat in. Pado. Ja. Kom maar naar boven. Kom maar naar boven. Dames en heren, jullie aandacht voor de sfeerpiloten. Over zit erop. Over. 19 bier. 19 bier. 19 bier. Fantastisch. De klotvaders. Monica Lewinsky die ook mee zo te zien, want ze hebben allemaal dikke sigaren in de mond. Dan is het wachten op Thomas Segers natuurlijk. Die loopt natuurlijk weer achteraan. Hoe lang hebben we nog? Ja, tijd zat. Een half uurtje. Tijd zat. Thomas, jongen, kom naar boven. Hij is een snor laten staan, zie ik. Hebben we een woordvoerder die iemand... Thomas, jongen, aan jou het woord. Even wachten. Er wordt nog even onderhandeld met de jury. Er worden films uitgedeeld. Er steekt geen 18 plus op, dus dat moet goed komen. Goed, Thomas, aan jou het woord. Goedemiddag, jury, organisatie. Wij hadden een maand of geleden, 9 geleden, hadden wij At The Movies. Wij dachten aan de film der films. Als je googelt op de beste film aller tijden, dan komt er maar één film naar boven. Dat is The Godfather. Voor iedereen wel bekend. Ik neem aan voor de jury ook bekend. Uiteraard. En als je denkt, je ziet het hier allemaal staan, allemaal mafioso. We hebben onze guns vandaag in ieder geval thuis gelaten. Wij vinden guns hoort niet vandaag deze tijd op straat. Veel te gevaarlijk. Wij houden het bij sigaren, strakke pakken en heel schoon vrouwvolk. Ik wil ze even naar voren halen. Alle dames. We zijn heel blij bij Wanneer Aanwas uit Deurze. Steek even uw hand op. En er zijn 4 dames die hebben hun dikke buiken achter zich gelaten. En ze zijn speciaal vandaag met ons meegegaan. Maar dan, je denkt aan de Godfather. Maar er is eigenlijk maar 1 Godfather dit jaar. Dat is een klotvader. De manneke steekt hier op deze wagen, op onze button en op een poster. Je ziet niet meer staan. Altijd strak in pak. Haar goed in de plooi. Een brilletje op. En een look, daar zijn er geen nee tegen. Zo hoort het. Er was even nagedacht, vorige week zaterdag waren wij hier in de residentie, de miste. Er was een ander klotvader, dat was rapper Sjors. Maar die heeft begeven in zijn gratis wiet. En ik wil heel even de laatste woorden richten aan de jury. Als even of echte mafioso, we're gonna give you an order you can refuse.
Heb je het begrepen of niet? Ja. Wij zouden graag, we hebben hier een dingetje bij. Dat willen we heel graag aan de Nij Klotvader overhandigen. Mits wij vanavond in ieder geval uitgenodigd worden om hier even naar boven te kunnen komen. Wij nemen hem nodig mee, hè? Dat weet ik. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel de sfeerpiloten! De sfeerpiloot Thomas, gelukkig hoef ik deze keer niet op mijn horloge te wijzen. De maffia wist ik van de sommigen, wist ik dat wel. De ander verbaast me eigenlijk toch een beetje over. Een keer dat je punten hebt gescoord vandaag bij de vrouwen bij jullie in het clubje. En rapper Sjors, ja. Wat moeten we dan nog over zeggen? Goed. De sfeerpiloten ook weer heel veel moeite gedaan om dit jaar weer goed voor de dag te komen in het thema van dit jaar, At the Movies. Ik zie dat ze een wagen bij hebben voor de jas op te leggen. Wij kunnen natuurlijk de jas ook nog altijd weghangen in de Gloria. Daar staan een paar engeltjes die over jullie hoe jassen zullen waken met hun leven, heb ik begrepen. Hun leven, oei oei. En dan de maffia erbij sturen. Maakt allemaal niet uit. Goed. De volgende groep stelder, Klaas, zien we. De groep zijn vanmorgen nog even langs de ONA gereden, zo te zien. Ze hebben de kast bij. Harry van der Ven, niet moeilijk gedaan, zie ik wel. Het beste kastje meegegeven. En gratis gesponsord door de ONA. Dat gaan we niet herhalen. De cast van At The Movies. De director's cut bij. De special effects gaan nog niet zoals gewenst. Wie is jullie woordvoerder? Wie is jullie woordvoerder? Joris. Ook Joris, hij ook de mannelijke hoofdrol, zie ik. Het woord is jou. De bijrolletje zie ik wel. Ja, ik ben de lul, zoals ze dat noemen. Ja, ik doe even het woord namens... De cast. Wij zijn, we hebben gedacht, er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel groepen, die verzinnen een thema. Wij verzinnen gewoon 28 thema's in één. Let op, hier hebben wij de figurant. De bad girl. De zwart-wit film. Zou je niet zeggen. Volgens mij heeft hij het niet zelf bedacht. Deze horen bij elkaar, is het echtpaar Emmy en Oscar. Al 25 jaar getrouwd. Heel schattig. We hebben de bad guy, maar het is een beetje een transmissie, je weet het nog niet helemaal zeker. We hebben de rode loper, hebben meer gezien, maar we hebben er eentje. Dutch Production, gegarandeerde porno gedurende 20 minuutjes. We hebben een gastrol, ze staat ook bekend om de vet rolletjes, zei ze net, maar de... We hebben de hoofdrol, CQ. Bijrolletjes. Paul. Paul. Paul is de road movie, hè Bokka? Mochten wij nou niet winnen, maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben al gewonnen, een Golden Globe, die hebben we sowieso. We hebben een draaiboek, heel belangrijk. En we hebben natuurlijk de Director's Cut. Kortom, veelzijdig als dit ga je niet krijgen vanavond, dat wordt ie. Het is nog geen avond, maar ik denk dat het wel goed komt met jullie, zo te zien. Hartstikke goed, overal goed over nagedacht, daar houden wij van. Zeer origineel. Kijk hoe met het thema hem gegaan. Onze hoofdfotograaf vraagt jullie nog even lekker bij elkaar te staan. Samen op de foto. En een applaus voor jullie. Zeer verdiend. Gewonnen? Nee, de hurgen vanavond pas.
Mogen we hem hier laten staan? Als je hem in een hoekje zet, dan mag jij van mij hier laten staan. Dank u wel. Alsjeblieft. Wij vragen niet veel van een opslag. Een bladje bier is meer dan zat. Goed, de volgende groep. Die zullen ook wel een filmpje willen vatten, zie ik. In 3D. Goed, het een naar beneden en het ander weer naar boven. Ik denk dat Harry van der Ven een adresje weer aan moet doen deze week. Om het kastje weer op te halen. Donderdag. Dus mensen, donderdag niet naar buiten, want voordat je het weet word ik van de sokken afgereden. Goed. Wij zouden ook een film willen vatten. Dat is mijn lievelingsprins. Geen wortel, maar popcorn. John, ken het erbij? Ja, dames en heren, dit is niet zonder risico's, dat zie je wel. Kan ik iemand de microfoon geven als woordvoerder? Dankjewel. Wouter Bierings. Wacht, we zijn er niet compleet. Jongens, kunnen we nog wat brillen aan de jury geven? Dan kregen ze het extra goed mee. Ik ben geen jury, maar ik ben wel heel blij met jouw bril, John. Ik wil wel terug, hè? Ja. Kijk nou uit. Er zit er geen I love Ommel op, hè? Ja, kunnen we? Klotters en klotterinnetjes. Wat is het weer een gruwelendig schoon thema dit jaar, hè? At the movies. En dan zie je hier allemaal van die Oscars, van die filmsterren. Het is één gruwelendig groot feest. Alleen, wij zitten met één klein probleem. Een klein probleem? Ja, het is een redelijk probleem eigenlijk. Zo te zien ook. Wij zouden ook zo graag een filmpje willen vatten. Maar we kennen er net niet bij. Dus wij hebben besloten dat wij gewoon mee blijven doen in deze gruwelendig mooie film. Van Reutje Klot. En jij leest zo snel voorbij, hè? Ja, dat wel. En als Merkens komt in die keer voorbij, dan denkt een onder Ju. Ja, kut. Volgende keer ga ik naar een andere film, denk je dan. Dus ja, wij doen het maar op deze manier. Hartstikke goed. Keischoon, jongens. Hey, mijn bud. Dan vlieg je hier van alles voorbij. Ik denk... dat jullie heel handig elke kroeg binnenkomt. Mensen zijn heel blij met jullie vandaag. Ik weet al niet hoeveel ogen dat jullie uitgestoken hebben, maar... Ja, daarom hebben ze ook een bril op, denk ik. Veiligheid voorop. Ook met tweetje. John denkt eraan, hè. Ik geef het op, ik ga naar huis. Kijk, hey, mijn Lossie. Dankjewel voor dit geweldige optreden. Kijk, schoon. Hey, die bril die hou ik, hè? Nee, ik krijg geen traction. Jongens, hartstikke bedankt. Veel plezier vandaag. Geniet ervan. Vat een Mexican popcorn hier beneden. Ze alle titels in het thema van Asten. Het raakt hier aardig in de knoop. Zo zie je maar weer. Waar Hene, altijd naar Lene. Die is er maar weer goed mee. Goed. Ik weet niet hoe ze naar boven, hoe ze naar boven willen komen. Niet, denk ik. Een grote uitdaging. Vorig jaar een grote wasjes, kleine wasjes. Ze staan er helemaal klaar voor. Volgens mij is de trap een te groot obstakel.
Dames en heren, de winnaar van vorig jaar. Pekskes kleden goed af. Oh, onze Oscars van goud is het enige wat je van Röntje Klot onthoudt. Ik kan zo zien wat ze de portemonnee laten. Ik weet niet of er ook nog confetti bij zit, maar... De opkomst is al een heel act. Spectaculair om naar boven te komen. Onze Oscars van goud is het enige wat je van Röntje Klot onthoudt, ja. Niet alleen die Oscars van goud, maar de opkomst zelfs al. Wie is de woordvoerder van die Oscars? Oscar. Welke Oscar? Welke Oscar kreeg het woord? Goedemiddag. Ook dit jaar zijn wij weer van de partij, uiteraard. Oh ja, beste klotters en klotinnen. Hey! Even vergeten. Ja, zo moet ik altijd beginnen, Frits, hè? Nee, maar wij dachten, we kennen wel als film gaan. Maar weet je, onthoud goed, een film is pas goed als je het voor een Oscar doet. Hey! Wij gaan niet al te lang maken, want wij lopen niet al te snel met deze dag. Dus wij gaan rustig van kroeg naar kroeg. Maar wij hopen wel dat jullie met ons Oscartje, heel even kijken. Even de tekst kijken, wat was het er komen? Met onze Oscars van goud. Nog even kijken. Dat is het enige waar je van Röntje Klot onthoudt. Hey! Holé! Dames en heren, de Oscars. Rens Fritsen en Kornuiten. Ze staan erop. Er worden hier telefoonnummers uitgewisseld. Even het telefoonnummer doorgeven en de naam. Dan zou ik jullie verzoeken om nog proberen zonder ongelukken te maken hier van die wagen af te komen. Kunnen we die mensen helpen? Zo, ons daar ook goed staan, zo'n pekske, Ruud? Mij niet. Ik heb het al zo meteen aangehaald, hè? Is dat one size fits all? One size fits all, we zien hem wel. Geweldig schoon bedaagd, jongens. Het is heel flexibel, dat zie ik wel. Geen niet gauw kapot. Hartstikke goed, onze Oscars van goud. Hartstikke goed gedaan, jongens, hartstikke leuk. En dan steen onderaan de trap, zo te zien, de familie Zwinkels. Ik zeg de familie Zwinkels. Ze zijn al goed warm. Niet de popcorn is warm, maar de familie Zwinkels ook. Hadden jullie ook een liedje of iets? Moeten we iets aanzetten? Oh. Ben jij de woordvoerder? De woordvoerster. Ja, zeker. Klotters en klotinnetjes. Wij komen met de familie Zwinkels. Yay! Ja, en wij dachten, wat een film. Maar wij dachten eigenlijk zelf, wij doen het gewoon voor de popcorn. Want als je naar de film gaat, dan heb ik ook geen popcorn bij. Kijk, en wij hebben ook zelfs onze popcorn wagentje bij. Dat we ook... En Finn heeft al aan de jury de popcorn aangeboden. Je moet er wel bij zeggen, Karin, dat wij bij een film altijd in slaap vallen. Daarom doen wij dat. Ja, daarom doen wij dat. Wij dachten van, wij vallen altijd in slaap. Dus wij dachten van, wij doen een bakje popcorn erbij. Het is vooral van die mannen. Dus wij gaan gewoon als popcorn vrouwtjes. Mannetjes. En ja, dat is eigenlijk... Hey! Hartstikke schoon, familie Zwinkels. Oude deelnemers aan het Röntje Klot. Is dat zout of zoet? Lekker, dat is hulle lekker. Volgens mij is het een mengeling van zout en zoet. En kaas en zo. Oké, de nummers worden weer uitgewisseld. Niet doen, wilden jullie geen prijs dit jaar? Wil je geen prijs dit jaar dan? Nee, wij kunnen niet elk jaar in de prijs vallen. Stel dat wij vuur dat dit jaar wel gebeurt, dan moeten wij zo verrekkers veel popcorn uitdelen. Nee, dat ging niet lukken.
Nou, volgens mij heb ik toch aardig wat in een bak. Is dat allemaal verse? Dat is allemaal verse. Maar dan zullen de boeren hier in de buurt wel mais moeten telen. En ja, zoveel is er niet. Dat geeft niet. Nou, we houden het in de gaten, Henk. Hartstikke goed. Dankjewel, familie Swinkels. Duik maar weer lekker de kroeg in, jongens. Dank jullie wel voor jullie opkomst hier bovenop de trailer. Altijd van de partij. Trouwe deelnemers van het Reentje Klot. Elk jaar in het thema de familie Swinkels. We lopen bekant tegen het eind, maar we gaan gewoon lekker deur totdat iedereen is geweest, jongens. Maakt wij geen zorg. En de volgende club staat weer onderaan de trap. En als de laatste van de familie Swinkels weer naar beneden zijn, dan gaan wij naar het volgende clubje. Komt u maar, dames. Ik ben toch wel benieuwd of die Oscars de hele avond nog durven blijven lopen op die pootjes. Dit is niet goed. Dit is niet goed. En dan ben ik wel heel erg benieuwd wat er dan niet goed is. Kan jij dat mij vertellen? Wij zijn in ieder geval geïnspireerd door Disney. Alleen was er dan niet goed. Wij draaien ons even allemaal om. Ze draaien zich om. Disney goed. Het is nog steeds niet goed. En nou is het aan de jury om uit te vinden wat dan niet goed is. Hoi. De hint is, het is een puzzel. Het is een puzzel. En het is aan de jury om te zien wat er niet goed is. En moet de jury dan alles aan elkaar gaan leggen? Hoe? Als jullie een klein beetje meehelpt zelf, dan zijn we er snel aan uit. Tinkerbell en Sneeuwwitje, dat is één. Bella hoort bij Pinocchio. Die twee passen ook in elkaar. Het past gelijk in elkaar. Het is net Lego. Ja, zijn we rond? Hartstikke goed. Is het nou weer goed? Het is weer goed, gelukkig. Ik ken jullie weer met gerust hart het reuntje volbrengen. Hartstikke goed. Keischoon. De nummers worden weer uitgewisseld. Dames, dankjewel. Nog heel veel plezier vandaag. Denken jullie nou van, goh, hoe ziet het er nou van de voorkant uit zo? Dat kunnen jullie allemaal terugzien op www.reuntjeklottv.nl. Na de carnaval zullen daar alle beelden op te zien zijn. Alle beelden van de jurering, maar ook een kijkje achter de schermen van het Reuntjeklot. Waar deze mannen zo de hullendag doen. En waarom dat die smergens om 9 uur al hun bed uit moeten. De volgende groep komt dan weer naar boven, zien we wel. Volgende clubje, stil weer in de rij. Een snoepje erbij. Bert, vertel eens wat jongen. Wie ben ik jullie en wat is jullie thema en waar? Vertel eens wat. Mengeling, en hij gaat het woord doen, maar wij zijn een vrienden- en een damesvriendengroep. Wij zijn maar 20 man of 18 of weet ik het hoeveel. Met veel. Wij zijn maar een zwart-wit film. Zwart-wit film. Ook jij het woord overgeven aan B. Aan jou, alsjeblieft. Ja, klotters en klottinnen, welkom dat jullie met z'n allen gekomen bent. Dat is toch niet meer normaal hè, dat jullie hier weer allemaal bent. Wij zijn in een zwart-wit film. En ik wil eigenlijk zeggen, kut. Ja, dat is een stomme film, hè? Goed, prinsenmateriaal, zou ik zeggen. Ja, voor een stomme film, praat je rekkers. Schoon. Ze zijn heel snel weer weg. Ja. Volgens mij vonden ze zelf ook heel goed. Ja. Goed, nou. Ja, dank je. Soms ben ik een beetje sprakeloos, hè? Smakeloos. Smakeloos, en dan met een stomme film. Ja, stomme film. Hey. Oei.
Krijg je ook wel zo'n rode oortjes? Ja, ik kijk er nou wel naar uit naar de volgende groep. Nou, kom naar boven, dames. Ons eerste rondje klot, première in de blote derrière. Kijk. Het zijn wel veel 18-plus films. Ja. DR. En weer een rode loper zien we. Weer een rode loper, dames en heren. Allicht. De Walk of Shame. De Walk of Shame. Kijk. Shame met S-J-E-E-M. Ja, blond, hè, dat past erbij. Wie mag ik het woord geven? Nou, beste mensen uit Klotland en Asten. Wij zijn hier helemaal uit Hollywood gekomen. Maar wij zijn niet alleen. Wij zijn met de Walk of Shame. Oh, dat was hij al. We gaan nog meer zeggen. Kijk, sommige mensen gaat het goed en sommige mensen gaat het slecht. En wij zijn hier met onze eerste klotpremière in onze blote derrière. Ja, dan kregen wij het werk van op die trailer, hè? Hier de gaskachel, die werkt niet, maar die zorgt wel voor dat wij het niet koud krijgen. Hartstikke goed. Dankjewel, dames. De foto's erbij. Ik hoop dat jullie het rest van het rondje nog een beetje voor een dagje in te komen, een beetje fatsoenlijk. Dus allemaal nog één keer zonder shame over de Walk of Fame. Hartstikke schoon, dankjewel. Nog heel veel plezier vandaag met de rest van het rondje. Ruud, ben je nog wakker? Ja, ik was even weg. Afgeleid. Ik was even afgeleid. Een beetje afgeleid. Ja, want dat is echt blote derrières. Ja, dan raak ik de weg ook wel eens kwijt. En je hebt al zoveel ervaring. Ja. Goed. We zullen naar het volgende groepje gaan. Het volgende groepje is ook alweer klaar. En. Medeklot Be With. Dus Darth Vader. Ja, hij is er, Darth Vader zelf is er niet bij. Die had ik thuis gelaten. Welkom, heren. Gezellig dat jullie er bent. En dames, allicht natuurlijk. Maar dat zie ik niet onder die muts, hè. Slechte woordcombinatie. Vrouwen en mutsen. Ja, sorry. Wie mag ik het woord geven? Ik mag de Jedi Master himself, alsjeblieft. Hier komt geen licht uit, hè? Daar hebben we deze voor. Klotland, jullie hebben het vast wel gehoord. Vanmorgen stonden we op en er was een groot kwaad in ons midden. Een heel donker kwaad. Het kwaad van de kater. Prins Yoda de Vierde had onze Jedi-order op pad gestuurd om jullie bij deze rondje klot te beschermen tegen die duistere kater. We hebben onze Darth Vader thuis gelaten vandaag. Maar voor jullie, speciaal voor jullie, hebben we een oefensessie. Een training. Een spar. Jedi's, mutsen naar beneden. En laat het gaan, Klotland. De kater gaat ons niet verslaan, Dea. Dea, sta mij op. Dea, sta mij op met een zuiver hoofd. Een hoofd zonder hoofdpijn. En morgen vroeg zijn wij er gewoon weer. Ruud, leef je nog? Ik kom er net bovenuit hier, dus levensgevaarlijk. Ja, pas op, jongen, levensgevaarlijk. Zijn we hier veel verzekerd? Jij bent het niet, Jan? Jedi Knights. Hartstikke schoon. Dank jullie wel. Leuk. Jedi Knights. Nielske, bedankt. Jij ook.
Rustig aan, jongens. Bedankt voor jullie deelname. Ziet er hartstikke schoon uit. Uit de duim zo. En er zit nog meer schoons onder aan de trap, zie ik. Goed. Ja, kom maar naar boven. Dames. Wat mooi aangeschoten wild. Ze nemen de tijd. Ja. Goeiedag. Kom erin. Kom erin. Een beetje naar verre. Je hoeft niet helemaal loop achteraan te gaan staan. We bijten niet. En jullie eerder als wij, denk ik. Ja, die bijten ook niet meer, volgens mij. Hebben we een woordvoerder voor jullie? Daar zijn we het nog niet over eens. Dan wijs ik jou aan als woordvoerder dan. Nou, wij zijn Hout of Africa. Ja. Hout of oud? Jullie kwamen er voor mij achter van oud. Ja, dat is ook niet leuk. Dan doen we hout, of niet? Hout of Africa, precies. En ja. En we hangen aan de muur, normaal. Zo. Het is toch zeunt. Het zijn dus allemaal jachttrofeeën. Van wie, dat is dan nog de vraag? Of dat er van in is of meer? Prins Bas en Eerste denk dan. Misschien wel, dat heeft hij goed voor elkaar. Kees, gewoon. Dames. Het telefoonnummer en de naam. En dames en heren, vanavond om 6:55 hebben wij onze prijsuitreiking weer zeer spectaculair met vuur en met rook en al die dingen. Onze John die is verantwoordelijk voor de special effects. En dit jaar leven ze zich weer helemaal uit. Dus dat is denk ik zeker de moeite om vanavond om 6:55 weer even terug te komen naar de Mert. Om de prijsuitreiking te komen bekijken. En misschien starten jullie er ook wel. Audio Crew. Freek, zeg eens waar, jongen. Ik ken er nog geen touw aan vastknopen. Ja, ik kom eens even een beetje naar verre. Want je weet natuurlijk, als je een goede film maakt, waar je met Reuntje Klot mee bezig bent op dit moment. Ja. Kan er geen aftiteling ontbreken. En in een hond aftiteling, dan gooi jij iedereen bedanken. Ja, dat dus klopt. Wij hebben alles, wat ook maar op enigszins, welke manier dan ook, mee herkennen werken aan de film Reuntje Klot, hè, wij proberen te bedanken. We hebben een cast, we hebben een audio crew, een stuntteam, producers, noem het maar gelijk op. En als een live goed aftiteling. Ziet, ik moet hem even zoeken, de producers. We hebben de moeite genomen om jullie allemaal één voor één te noemen. De Raad van Elf als stuntteam. Was gewoon, hè? Oh. Allemaal aanwezig. En om toch nog maar even door naar buiten nog ook een beetje jullie te bedanken natuurlijk voor alle moeite. En misschien ook een beetje om te kopen hebben we nog ons mooiste cadeau. Ons mooiste cadeau. Ik moet eigenlijk zeggen, het schoonste cadeau. Aastens bier binnenke. Het Aastens Reuntje Klot. Ik weet niet meer hoeveel jullie bent, maar ik zal er zo een haffel geven. Bij Prins Bas ten Eerste kunnen wij bier gaan halen. Ja. Oh, een haffel. Een haffel. Of jongens. Heel veel gratis bier. We worden verwend. En dan moet ik eens bij zeggen, je weet, je hebt de aftiteling. Ik weet niet of wij als laatste zijn. Maar er zit na een aftiteling, het enige wat er nog na een aftiteling komt, zijn alleen maar bloopers. Dus je weet het, hè. Nou, volgens mij hebben we het wel. We gaan het zien. Freek, hartstikke dankjewel voor jullie komst. Voor jullie deelname aan het Reuntje Klot. Er hangen genoeg kaarten aan de nek. Gratis bier bij Prins Bas. Ruud, jij valt ook maar een lulijzer, jongen. Past het allemaal, Rob? Gratis bier. Te goed bon voor gratis bier bij Prins Bas de Eerste. Gratis wiet naar gratis bier. Zonne, hoe steeg het ervoor? Nog één groepje. Bunnies. Ik zie bunnies. Nijntje.
Nijntjes, sorry. Ja. Dat is bij jou al lang geleden als ze zo klein waren. Ik ben van de leeftijd van de Bunnies en niet van de Nijntje. De Bunnies is ook een 18-plus film, of niet? Nijntjes begrijp ik dus. Nou, kom erbij, dames. En Nijntjes zijn altijd een beetje schouw en een beetje bang. Maar jullie waren ja. iets naar ver gekomen. Ja, die niet zo bang. Jullie komen gewoon op televisie, net als de rest. Er zijn hier geen jagers, er is geen geweer hier beneden. Kunnen we iemand het woord geven? De opperbunny, oppernijntje. Dit is mama Nijn. Hallo. Ik heb de ketting om. Dit is ouder publiek, hè? En dit is een... Dit is ons venijn. Ja, hallo. Hallo. Stel je waar. Durf ik niet. Dus durf ik niet, Nijn? Durf ik niet, Nijn? Wil het niet. Wil het niet, Nijn? En die willen hulle morgen, Nijn. En ik ben cool, ik denk dat we er een Nijnt aan maken. Ja. We maken er een Nijnt aan. Goed. Een Nijnt. Dank jullie wel. Hartstikke schoon. Heb ik gezien dat de laatste groep ook klaarste om hier op het podium plaats te nemen. Volgens mij ooit de eerste prijs met de Johananas. Er is net nog een windhoos hiervoor op te wagen. Heb je dat gezien? Een windhoos. Een windhoos. Pas op voor de panijn. Kom naar boven, jongens. Peem maar op. Goh. Jan. Goedemiddag, goedemiddag. Ze hebben allemaal een gatje in de kop, zie ik wel. Prijswaardig, wordt hier al gezegd. Wie kan ik de microfoon geven? Bergie, koppijn? Bietje. Nog niet. Sommigen hebben koppijn, meneer Van Hoek. Ik zie het. Jan, kom eens een beetje naar verre. Dan kan je iets mensen vertellen. Ja, anders kom ik er niet bovenuit, hè, natuurlijk. Hoe en waar? Waar is dat toch weer mooi? Al die klotters en klotterinnen. Wat schoon dat jullie er allemaal bent. In grote getalen weer gekomen. Meneer Grijn, we hebben ons speciaal voor jou eruit gedost, jongen. Dus wat fijn dat jij er weer bent. Geweldig. Super. Ja, volgens mij hebben we met een aantal groepen een beetje hetzelfde idee gehad. Maar wij vinden toch dat wij eigenlijk het origineelste gewoon zijn. Het gaat om de nuances, hoor ik achter mij. Dus... Met net een klein beetje extra en geniet ervan, zou ik zeggen. De rest is plagiaat, inderdaad. Ja, dat klopt, denk ik. Een plagiaat hoort ook wel een beetje bij de maffia, hè? Ja, is dat hoor, ja. Vindt wel schoon dat Bokkie een keer wat anders aan heeft dan dat Pertje? Dat loopt hij al drie dagen rond. Die mag een keer op stal. Hij is vanmorgen ook vier keer voor de spiegeldeur gelopen. Omdat hij vond dat hij er ook wel gruwelijk schoon uitzag in de park. Dus. Ja, dat geloof ik. Bokkie ziet er geweldig uit, jongen. Overigens vindt hij dat nog steeds. Dus dames die interesse hebben bij Bokkie, melden wij aan. 06 Bokkie. En dan komt er nog eens bij uit. Het komt allemaal goed. Hartstikke goed. Ja. Kei schoon, jongen. Ik jullie ook bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt Jan. De laatste groep van vanmiddag hier op de wagen. De groetjes jongen Rob. En vanavond gaan wij zien, na het beraad van de jury, wie de beker in ontvangst mag nemen. Wij houden er hier voor nu mee op. Wij gaan de jury in beraad en wij gaan nog even rustige pils vatten. En wij zien jullie straks allemaal weer terug om 11:07 met de spectaculaire prijsuitreiking. Houdoe en bedankt, tot straks!